Ik ben Renilde Cox. Ik ben lid van de redactieraad van Godzijde, van de Godskesgazet. En in onze redactie zijn we met een vijftal vaste medewerkers die ook op regelmatige basis vergaderen. Het is altijd gewoon bij iemand thuis. Daar proberen we het nuttige met het aangename een beetje te combineren. En door het krantje proberen we ook altijd heel gericht nieuws te brengen uit elk deelwijkje. Zodat mensen van elkaar ook weten wat er aan de andere kant van het kanaal te doen is of wat er in het centrum te doen is. Als wijkmanager zie ik uiteraard een grote meerwaarde in dit project. In Hasselt ondersteunen we al enkele jaren wijkkranten. Op deze manier kunnen burgerredacties hun wijk tonen. En zo zetten we in op verbondenheid binnen onze Hasseltse wijken. Wat uniek is aan ons project is natuurlijk dat burgers die wijkkrantjes maken. En we zijn vaak versteld van het talent dat ze tonen en de kunde die ze hebben in het maken van zo'n magazine. Als stad ondersteunen we niet alleen financieel, we ondersteunen ook professioneel. Dus we helpen de redacties met foto's, met teksten. We zorgen dat ze een heel professioneel krantje kunnen maken van het eerste artikel tot de uiteindelijke druk van het krantje. De ondersteuning van de stad is voor ons heel belangrijk. Ik denk dat ook de nabijheid van de overheid voor de burger moet ervaren worden. En dat kan het best ervaren worden in beelden en in thema's die onder de aandacht gebracht worden in zo'n krantje. Wij zijn onmiddellijk op die kar gesprongen toen wij de mogelijkheid zagen om dat te doen. Dus ik nodig ook anderen uit om datzelfde te doen, vanzelfsprekend.